dames en heren. Hartelijk welkom bij deze toch wel hele bijzondere avond. Ik realiseerde mij toen ik hier samen met de griffier zat, dat dit de eerste keer is dat wij wel een hele duale opstelling hebben. Het college is er niet, alleen de raadsvoorzitter en de griffier en de gemeenteraad. Maar dat is niet zo ommens, heb ik gemerkt, dus misschien moeten we er in de loop van de avond maar eens wat aan gaan doen. En misschien kunnen we dat oplossen door wethouders te installeren, want dan wordt deze tafel ook weer gevuld. En dat is feitelijk wat we vanavond gaan doen. En ik meet u allen van harte welkom dat u daarbij aanwezig wilt zijn. Want het is een belangrijke stap voor drie kandidaten. En het is ook een hele belangrijke stap voor onze gemeente. Omdat we, en ik loop een beetje op de orde van de dag vooruit, dat ik er serieus rekening mee houd dat we aan het eind van deze vergadering weer een college hebben. Een volwaardig college, en dat is ook wat waard. En ik stel dus ook voor om snel te gaan starten. Edoch niet dan nadat ik een vraag die afgelopen dinsdag in de raadsvergadering door de raad is gesteld, heb beantwoord. En ik, voor de aanwezigen ga ik een beetje in codetaal praten, maar dan geef ik toch antwoord op een aantal fracties. Naar aanleiding van de vraag over, naar aanleiding van de motie, de ingediende motie van de VOV over wifi in het centrum, kan ik u melden dat de gemeente Ommen een vooraankondiging heeft gedaan dat wij belangstelling hebben om daarvoor in aanmerking te gaan komen. Het wordt nu verder uitgezocht en wij zullen tijdens het constitutionerend beraad van het college aandacht aan schenken. En dan heb ik dat, hoewel er geen mededeling op de agenda staan, heb ik die mededeling gedaan. En dan kunnen we dit actiepunt van het oude college kunnen we ook weer afvinken en nemen we het mee naar het nieuwe college. Dames en heren, we gaan niet alleen stilstaan bij de benoeming van nieuwe wethouders. Deze avond markeert ook nog wat anders. Deze avond markeert namelijk het einde van het proces van collegevorming en coalitievorming. Dat direct na de gemeenteraadsverkiezingen is gestart. In de afgelopen periode zijn, ik dacht, twee openbare vergaderingen geweest waarin u de tussenstand hebt kunnen meemaken om in voetbaltermen te spreken. En ik zou nu onder het tweede agendapunt van deze vergadering het bestuursakkoord 2018-2022 samen Ommen voor en door en met de samenleving en de Ommenagenda aan de orde willen stellen. En ik stel voor dat we vragen aan mevrouw Bakelaar om namens de coalitievormende partijen een korte toelichting te geven. En dan denk ik dat het daarna goed is om u de gelegenheid te geven als raad om daar ook een statement bij te maken. Mevrouw Bakelaar, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, daar is die. Ik vraag de griffier om mij even te helpen met klikken, want anders dan krijgt u in ieder geval hier in de zaal zo'n onrustig beeld van mij heen en weer hollend van de computer hier naartoe. Ja, fijn om hier te mogen staan. En ik denk eerst goed om toch aan te geven dat wij hier niet zouden staan, of ik hier niet zou staan met een bestuursakkoord, als we niet de ondersteuning zouden hebben gehad en de begeleiding van mevrouw Judith Kompanjer, die zit hier ook in de zaal. Daar kom ik zo nog even op terug, Judith. Maar ook de ambtelijke organisatie, de griffie die ons ook geholpen heeft en nog een aantal andere mensen die in de schaduw meegelezen hebben. Maar ook, dit akkoord zou er ook niet zijn geweest in deze vorm, als we ook niet de samenwerking hadden gehad in de vorige periode. En ook was die er niet geweest als de verkiezingsprogramma's van ons allen er niet waren geweest. En daar kom ik zo meteen op terug. Ja, zou jij de volgende sheet voor willen doen? Dank je. Nou, voor een aantal van ons is dit niet nieuw
het bestuursakkoord, omdat jullie hem al gezien hebben. Jullie hebben hem in fysieke vorm ook voor je. En de inwoners van Ommen hebben hem ook kunnen zien op internet. Maar ik denk toch ook goed om nu een aantal sheets even niet zozeer door te nemen, maar even te illustreren van wat is nu het bestuursakkoord. Want een maand geleden zo hadden wij het erover, goh, wat zouden we nu willen? We willen ontzettend veel samen met de inwoners, samen met organisaties, samen ook met ondernemingen om het geluid van de samenleving hier naartoe te brengen en ook de interactie echt met elkaar te hebben. Samen beleid maken en niet alleen op papier, maar ook echt in de werkelijkheid. Tegelijkertijd heb je ook de verantwoordelijkheid als coalitie om richting te geven. Uiteindelijk moet er ook bestuurd worden. En hoe zet je daar nu een duidelijke scheiding in? Nou, we hebben de scheiding aangegeven door middel van een bestuursakkoord. Je kunt het ook noemen een coalitieakkoord, maar wij hebben ervoor gekozen om het bestuursakkoord te noemen. Waarin we afspraken met elkaar hebben gemaakt, daar kom ik zo even nog in het kort op. En ook de Ommer agenda. Dus echt de scheiding te maken tussen het besturen wat gewoon moet gebeuren en ook in gesprek met de samenleving. Niet alleen even leuk de eerste maand, maar eigenlijk de gehele periode, de komende 4 jaar en hopelijk nog heel lang daarna. En dat was eigenlijk wat op de vorige sheet stond. Vandaar stond van wij willen het samen doen en wij willen een gemeente die ook dichtbij is. Wat is dan onze gezamenlijke ambitie en prioritering? En ik hoop dat ook de collega-raadsleden die niet in deze coalitie zitten zich hierin ook grotendeels herkennen. En de kern is, we willen dit samen met inwoners doen, maar we willen vooral ook een sociaal en sterk Ommen. Een Ommen waar het gewoon prettig wonen, werken en leven is. Waarin we ook met respect omgaan met ons als plattelandsgemeente, maar ook economisch voortvarend te werk gaan. Waarin we zeggen, we zijn klein, maar we zijn groot in het samenwerken. Dus we zijn een brede samenwerkingspartner voor de regio en dat is cruciaal. Maar waarom dan dat bestuursakkoord? Ik gaf het al aan om ook onze ambitie als coalitie neer te leggen. En ook, heel logischerwijs, het moet ook betaald worden, een aantal afspraken die we gemaakt hebben. Dus er moet gewoon ook een financieel plaatje bij. Wat belangrijk is, er zijn een aantal inhoudelijke onderwerpen die we met elkaar besproken hebben. Maar wat ook cruciaal is, van welke gemeente, wat voor soort gemeente willen we zijn en hoe willen we eigenlijk besturen? En wat willen we nog meer samen doen met de Ommer samenleving? Kort even over het financiële beeld, want we weten dat we roerige tijden hebben gehad de afgelopen 4 jaar. Gelukkig zien we wat licht aan de horizon, kunnen we ook weer reserveren, maar nog belangrijker, kunnen we naast dat reserveren ook duurzaam investeren met elkaar. Tegelijkertijd zeggen we ook, we moeten wel voorzichtig zijn als coalitie, want we hebben nog een aantal opgaves. U niet onbekend, natuurlijk een nieuwe ambtelijke organisatie voor Ommen, dus de ontvlechting van de BOH. We zitten ook met een aantal zaken waar we toch rekening mee moeten houden, is ook de economische ontwikkeling van de bouwprijzen en de ontwikkeling in het sociaal domein rondom de jeugd. Want dat zijn ook risico's waar we gewoon wel voor moeten sparen en waar we ons bewust van moeten zijn. En Ommen heeft nog heel veel eigen grond, dat is ook belangrijk. Dat vinden we ook goed. Alleen je ziet wel dat het te maken heeft met het economisch gestel of dat we daar wel of geen financiën uit naar voren kunnen halen. Of dat het ons juist geld kost. Dat voor zover het bestuursakkoord. De afspraken die we hebben gemaakt, die kunnen jullie ook nalezen als het gaat om de verkeerssituatie. We hebben het de afgelopen week al over de winkeltijden gehad en ook de lokale lasten. Dus ik ga ervan uit dat collega's ons vast zullen bestoken zo meteen met vragen. Doe dat gerust. Maar het allerbelangrijkste vinden we dit, de Ommer agenda. Het samen daadwerkelijk vormgeven aan de ambities van de gemeente Ommen. Om Ommen mooier te maken, maar vooral om het samen te doen. En geen luchtfietserij, maar wel vanuit het uitgangspunt van Pippi Langkous. En dat kennen jullie misschien wel. En daarin zeggen we ook als coalitie van ja, dit is nieuw. Dit zeggen wij ook. Dus je stelt je kwetsbaar hiermee op. Ik denk dat dat ook goed is. Dat het ook leren en experimenteren met elkaar is. Dus, en Pippi Langkous zei altijd, jullie kennen het. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dus ik zou gewoon vanuit het vertrouwen, gezamenlijke vertrouwen, vorm willen geven aan die Ommer agenda samen met elkaar.
Maar wat is dat dan, hè, zo'n oma-agenda? Want dat is natuurlijk een schitterend toverwoord van, nou ja, mooi, maar wat bedoelen we dan? Wij willen echt een agenda met prioritering op thema's, gefaseerd in tijd. Waar iedereen, zowel raad als inwoners, organisaties mag je daar ook lezen, ondernemingen, dat iedereen zijn inbreng kan leveren. Een agenda die niet wordt dichtgetimmerd, maar die dus meebeweegt met de tijd en ook de maatschappelijke behoeftes. Maar wel een agenda waar wij als raad wel richting geven en koers geven. Want daar zijn we ook voor als gemeenteraad. En daar moeten we naar ons idee ook niet voor weglopen, maar niet dichttimmeren. Ja, en deze kennen jullie misschien rechtsbovenin, het plaatje vanuit Ferenc en Damme, die ons toen mee heeft genomen over de participatie van hoe zou je dat moeten doen. En hoe zou je dat kunnen doen met elkaar. Als coalitie zeggen we vinden het ontzettend belangrijk om als raad en als samenleving met elkaar in gesprek te gaan over die maatschappelijke thema's. Maar wel dus een basisagenda met elkaar op te stellen. Om vervolgens te kijken en waar kun je dan wel participatie goed vormgeven en op welke manier. En waar kan dat misschien ook niet. Dus het zal ook vallen en opstaan zijn. Het zal samen leren en experimenteren zijn. En hierbij zeggen we wel, we willen graag begeleid worden. Nou, we hebben al een aantal uitgestoken handen gekregen. Onder andere door Studio Vers Bestuur, maar zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. En die willen we graag met elkaar verkennen. En dat willen we ook voortvarend doen. Dus wat ons betreft op het moment dat we als raad, en we spreken gezamenlijk, want dat zou natuurlijk wel de hoop zijn dat we gezamenlijk die intentie uitspreken, dat we dan ook spoedig met elkaar als hele raad in gesprek kunnen over van ja, wat is dan een oma-agenda van ons en wat zijn dan die richtingen? Ja, en dan is het eigenlijk de vraag aan jullie. Gaan we dus samen op pad als raad, met inwoners, met de samenleving, om goed te luisteren? Af en toe wel zal het spannend zijn, dus dat betekent dat we elkaar vast moeten houden. Misschien zullen we elkaar soms moeten troosten, de kindjes bovenin, omdat het even niet gelukt is. Maar ook dat kan, ook dat zou moeten. Dus in het kort bestuursakkoord en de oma-agenda. Niet vastgebeiteld, bestuursakkoord wel, oma-agenda niet. Nou, dat in het kort, voorzitter. En dan zou ik nu toch, want anders dan gaat het moment voorbij. Judith, zou jij naar voren willen komen? Mevrouw Judith Compagne. Want Judith Compagne hebben wij gevraagd om als informateur voor ons op te treden. Ons daarin te begeleiden. Maar je hebt een dubbele functie eigenlijk gehad. Je bent informateur geweest, maar je bent ook formateur geweest. En in de kranten stond er van ja, maar het CDA heeft haar gekozen vanwege haar enthousiasme en spirit en een andere manier van formeren. En ik denk dat je dat hebt laten zien aan ons allemaal door in eerste instantie tijdens die informatieronde heel goed naar iedereen te luisteren. Tegelijkertijd ook niet bang te zijn om bepaalde zaken op papier te zetten die wellicht zouden schuren. Maar waarvan je ook zei van ja, dat heb ik ook bewust gedaan. Ja, dat heb je hier ook gezegd. Juist om te zorgen dat er iets uitkomt. Wat recht doet aan de verkiezingen, maar tegelijkertijd ook recht doet aan ja, wat we met z'n allen vinden als raad. En dat heb je denk ik voortreffelijk gedaan. Ik kreeg ook positieve reacties van de andere collega's in de informatieronde terug van de gesprekken die ze met jou hebben gehad. En ik denk dat je ons ook door de natte horeca heen gesleept hebt. En door de winkeltijden, waar we natuurlijk over gedebatteerd hebben. Dat mag ook duidelijk zijn. Af en toe dan was het een enorm kippenhok met eigenlijk alleen maar mannen. Dus dat was ook wel boeiend hoe jij je dan toch er doorheen worstelde en probeerde structuur te krijgen. Om ons uiteindelijk te dwingen van wat wil je nu in dat bestuursakkoord. En wat wil je dan met een oma-agenda. Om te zorgen dat er in ieder geval een kader ligt nu, waarvan we zeggen van, hier kunnen we in ieder geval verder mee aan de slag. En daar willen we je hartelijk voor bedanken. En dat doen we natuurlijk niet zonder jou iets te geven. Wel een maatschappelijk verantwoord cadeau natuurlijk, hè, want we zijn een gemeente. Dus we hopen dat jij hier enorm veel plezier van mag hebben, samen met iemand anders. Aan jou de keuze met wie. En een mooie bos bloemen. En wellicht een applaus voor Judith. En een mooie bos bloemen. Kijk eens. En dan was wat mij betreft dit de toelichting voor nu. Voorzitter. Dank u wel mevrouw Bakelaar. En dank u wel mevrouw
Campagner. En mevrouw Campagner wil graag nog iets zeggen. En dat lijkt mij... We geven haar natuurlijk graag die ruimte. Dat is onbeleefd als je dan ergens voor wordt bedankt en je bedankt zelf niet even. Lees het woord. Nee, maar ik hou het heel kort. Het is uw avond en niet de mijne. Maar ik wil wel op deze plek mijn dank ook uitspreken. Dat heb ik hier al wel een keer eerder gedaan. Maar het vertrouwen dat u mij gaf, alle partijen in deze raad, om zowel de informatie als vervolgens de formatie te mogen begeleiden. Want uiteindelijk doen partijen het zelf. Maar het is echt ik vond het eervol om er gewoon onderdeel van te zijn in Ommen. Ik wens u allen, de raad en straks ook de nieuwe collegeleden, heel veel inspiratie in de komende tijd. Inspiratie om uw politieke idealen te verwezenlijken. Want daarvoor zit u hier. U heeft idealen en u wilt u verwezenlijken. Daar heeft u anderen bij nodig in een gemeenteraad. En als ik dan ook weer al die verschillende programma's lees, dan denk ik, ja, idealen zijn heel veel hetzelfde. Alleen de manier waarop ze uitgevoerd gaan worden, ja, daar verschilt u van mening. Maar dat maakt politiek nou ook weer zo boeiend. Dus ik wens u die inspiratie toe. Ik wens u ook vooral veel minder debatten, maar meer dialoog. En eigenlijk gaf mevrouw Bakelaar net ook al een beetje aan. Maar in dialoog moet je echt oprecht naar elkaar luisteren en proberen te begrijpen wat de ander zegt. Dat gun ik u onderling als fracties in deze raad. Dus veel meer luisteren naar elkaar. Maar dat past ook helemaal bij wat u nu in gang gaat zetten met zo'n Ommen-agenda. En dat vind ik echt heel, ik vind het bijna stoer om te zeggen, hè, van ja, Ommen, ja, die gaan het samen doen. Inderdaad, en het zal niet altijd makkelijk zijn, maar u reikt echt de hand uit naar die Ommen-samenleving. Naar de organisaties, naar de inwoners, naar de kerken, de sportverenigingen. Maar ook naar andere gemeenten, naar de provincie. En ik denk, misschien denken sommigen, goh, wat zwak, hè, dat ze zo die samenwerking opzoeken, kunnen ze het niet zelf. Nee, in die samenwerking en die roep om hulp eigenlijk, daar zit echt uw kracht als Ommen. En dat vind ik echt, nou, daarom zei ik, vind ik heel stoer. En ik wens u daar ook heel veel succes mee en heel veel inspiratie met die samenwerking. En dan wens ik u tenslotte namelijk heel veel wijsheid. Wijsheid, omdat kennis spreekt, maar wijsheid luistert. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Campagner. En ik dan deze raad maar oproepen om met elkaar het debat te voeren. Ja. Maar dat zal dan ook gepast moeten, denk ik. Geachte aan raad, ik breng graag in bespreking het bestuursakkoord en de Ommer-agenda. En ik attendeer u er nu al op dat er dadelijk over beide onderwerpen afzonderlijk stemming zal plaats hebben. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Moerman, meneer Mors, meneer De Jonge en mevrouw Lagas. Wie nog meer? Nee? Dan beginnen wij bij meneer Moerman. Meneer Moerman, u heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Bestuursakkoord. Coalitieakkoord, bestuursakkoord, laat ik het maar zo noemen inderdaad. Voorzitter, allereerst... De felicitaties aan de aanstaande coalitie en de beoogde wethouders. Die zijn op de plaats. Tot zover het positieve nieuws. Dan gaan we nu verder. Het bestuursakkoord. Het is altijd mooi, hè, na de verkiezingen. Dan kun je eens even kijken. Alle partijen die hebben nu een verkiezingscampagne gehad. Ze hebben hun verkiezingsprogramma's gehad. En ik probeer wat te verwezenlijken. Je hebt die idealen inderdaad. Je probeert te verwezenlijken zoveel mogelijk standpunten uit je verkiezingsprogramma naar voren te brengen. Tot uiting te laten komen. En in het bestuursakkoord dan hebben we het over de rol van de raad. Dat is heel mooi. Dicht bij inwoners staan. Ja, vanzelfsprekend zou ik wel zeggen. En er staat onderaan, we staan voor een respectvolle politiek. Zonder de nadrukkelijke grens tussen oppositie en coalitie. Dat is mooi aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het jammer. Maar die grens, die wil dus deze aanstaande coalitie wat laten verdwijnen. Nou, dat is mooi. Ik ben de afgelopen 2 maanden echt plat gebeld. Alle coalitiepartijen die hebben wij opgebeld. Ga nou eens meepraten. Ga nou eens meepraten over het bestuursakkoord. Want ja, die hele coalitie-oppositie, daar moeten we een beetje vanaf. Doe nou eens mee. He, want we willen graag de inbreng van iedereen hebben. Elke stem in de raad, die mag het meedoen. Ik zei, ja goed, kleine fractie, u weet hoe het gaat, hè? Druk, druk, druk. Ik zei, ik heb alle vertrouwen in jullie, dus ga je gang. Nou, wat kan de mensen vergissen? Goed, en waarom het bestuursakkoord? Wat staat erin, de hoofdlijnen? Helemaal mee eens. Portefeuille, afspraken en onderwerpen. Nou, dan hebben we 3
actuele thema's. De verkeerssituatie Hezel-Mielenbrug, openingstijden winkels en horeca en de lokale lasten. Verkeerssituatie Hezel-Mielenbrug. Ja, kent u die van die rotonde bij de Hezel-Mielenbrug? Die kwam er niet. Nee. Wat we wel zien, en dat constateert heel veel partijen ook al de hele tijd namelijk, dat er vooral voor de fietsers nog wat gedaan moet worden, inderdaad. Ja, helemaal mee eens. Er zijn ook al heel veel afspraken over gemaakt, staat hier ook in. Staat ook in de verkeersvisie om in 2030, uitvoeringsplan. Er is al heel veel wat op de rit zit. Openingstijden, winkels en horeca. Nou, daar hebben we dinsdag al over gehad. Partijen waren duidelijk daarin. Verkiezingsprogramma's even op nagekeken. Nee, dat klopt allemaal wel. Ja, dat is het één dingetje. Verkiezingsprogramma LPO. Die zijn voor verruiming mogelijkheden op installatie winkels. Maar dat zal wel een drukfoutje zijn. Want dat klopt al niet. Lokale lasten. Ja, dat is een leuke. Dus de eentje waarvan ik denk, nou, dat is een hele goeie. Hè? De OCB voor maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld dorpshuis, wordt verminderd. Nou, ben je eens? Nou, ik heb de felicitaties al gedaan. Dan komen we bij de cadeaus uitpakken. En de cadeaus die zijn dan bijvoorbeeld structurele verlaging van de rentebelasting, 100.000 euro. 400.000 euro in 4 jaar. Afschaffing hondenbelasting, 88.000 euro. In 4 jaar tijd, 750.000 euro aan cadeaus. Dat is hartstikke leuk. 750.000 euro. Afgelopen 4 jaar hebben wij ons best gedaan om er financieel weer gewoon duidelijk op de kaart te zetten. Om te zeggen, goed, we komen ergens ver vandaan, maar het gaat weer beter. En wat gaan we doen? We gaan 750.000 euro aan cadeaus uitdelen. Goed, en hoe dat gebeurt, vooral met die rentebelasting, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat gaan we dan doen? Gaan we alle tarieven verlagen? Alleen het toptarief? Nee, dit is een sociaal en waardevolle coalitie. Nee, ze gaan natuurlijk het laagste tarief. Dat gaan ze natuurlijk wat verlagen. Dat is zeker. Ja, er zijn er 3 afspraken. Ja, goed. En dan ga je kijken, wat staat er verder nog in? Want het financieel kader, hè, we gaan het samen doen. We gaan het sociale waardevol oor, we gaan het samen doen. Maar het financiële kader, dat bepaalt de coalitie. Wij zeggen dit en dat, dat moet er gebeuren. Zo gaan we bijvoorbeeld het functieverbetering gemeentehuis. 800.000 euro. Als je het heel snel zegt, valt mee. 8 ton. Valt mee. 800.000 euro gaan we daar aan uitgeven. En waarvoor bijvoorbeeld? Voor een betere informatiebalie. Zodat degene die vroeger achter de loket zaten, gewoon die informatie gaven, gewoon medewerkers gemeente. Misschien kunnen die terugkomen. Dat is een leuk salaris wat ze dan daarvoor krijgen. En er zijn nog heel veel posten die helemaal niet voorzien zijn. Onderhoud, het laar. Precies, daar lopen we al jaren over. Wat gaat dat kosten? We weten het nog niet. Maar we weten wel dat we de hondenbelasting willen afschaffen. Want ja, dat is natuurlijk een mooie maatregel. Hè? Ga nou de gemiddelde inwoner die zegt van nou, wat vindt u ervan? Moet die hondenbelasting afgeschaft worden? Vraagt de hondeneigenaar. 80%. Ja, nee, dat moeten we doen. Tuurlijk. Zo ken ik er nog wel een paar. Ga vragen ze aan de gemiddelde woningeigenaar. Wat vindt u? Moet die OCB wat omlaag? Ja, dat is niet zo'n gek idee. Er zijn er niet veel die zeggen, nee, dat moet je niet doen. De gemeente kan het geld goed gebruiken. Moet je niet doen. Er zijn er niet zoveel. Maar goed, het scoort. Dat hebben we gezien. Ach, dus vandaar. En welke dingen staan er bijvoorbeeld nou niet in? We hebben het net al gehad over cadeaus. 750.000 euro. Weet u dat er voor 22.000 euro per jaar kunt u mensen die langdurig in de bijstand zitten, kunt u iets eerder in aanmerking laten komen voor langdurigheidstoeslag. 22.000 euro per jaar. Nee, we kiezen voor 7,5 ton. Goed. En wat zeggen dan bijvoorbeeld de kiesprogramma's erover? ChristenUnie, armoedebeleid. Niet het budget staat centraal, maar datgene wat gedaan moet worden om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving. Helemaal mee eens. Mooie woorden, prachtig. Ik zie het niet terug. Goed. Wat hebben we dan nog meer? Oh ja, die winkelopening sluiten, dat hadden we al over gehad, geloof ik. Hè? CDA. Blijven investeren in armoedebeleid. Groen is het nieuwe goud. Ik neem aan dat het staat op duurzaamheid en niet op de kleur van de partijlogo. Dus daar ga ik dan maar even uit. Ja.
toch goed. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat wij hier heel veel vragen en heel veel bezwaren tegen hebben, de problemen mee hebben. En dan over de wethouders. Afgelopen jaren 2 fulltime wethouders. En die hadden het druk, die hadden het inderdaad heel erg druk. Die hebben zich letterlijk, dag en nacht zijn ze bezig geweest. Absoluut, dat is absoluut waar. Maar hij had het zo druk dat we niet van 2 naar 2,5 FTE gaan of zo. Nee, weet je wat we doen? Hoppa, we gaan er gelijk 3 fulltime wethouders maken. Waardoor je gelijk aan het maximum zit wat de VNG voorschrijft. Het mag wat kosten. Ja, het mag inderdaad wat kosten. Voorzitter, ben ik nog wat vergeten. Cadeaus zijn gedaan, felicitaties zijn gedaan. Er zijn een aantal dingen, werken thema's. Ja, de Omar agenda, helemaal goed. We gaan het samen doen met de Omar. We doen het ook trouwens ook heel veel samen. Hè? Ga samen met verenigingen. Heel veel partijen doen het ook al. Heel veel partijen hebben al heel vaak contact met allerlei verenigingen. Bijvoorbeeld bij de Stichting Omar Samen Sterk. Daar haal je input uit. Dan zeg je, goh, daar moet nou, of daar zouden jullie zo wat aan moeten doen. En alle partijen hebben het in het verkiezingsprogramma staan. En dan denk je, nou, er komt er wel wat. Maar nee, daar komt helaas dan niks uit. En dat is dan jammer. Maar goed, en nog één ding. We hebben straks nog een verzoek tot de ontheffing woonplaatsvereisten staan. Wat ons betreft geen enkel probleem. Wij willen in ons programma staan. Bij voorkeur vragen wij om de wethouder in Ommelde te wonen. Maar dat is bij voorkeur en geen probleem als hij ergens anders woont. Even kijken, LPO. Ja, wethouders moeten in Ommen wonen, zodat ze meer betrokken zijn bij Ommen. Het mogen duidelijk zijn dat de LPO straks tegen gaat stemmen. Hè? Als het gaat opleveren. Wethouders moeten in Ommen wonen. Het kan toch niet zo zijn dat ze... Nee, dat doen ze niet. Nee. Voorzitter, dit was het. Dank u wel. Dank u wel, meneer Moerman. Dan geef ik graag het woord aan meneer Mors. Meneer de voorzitter, dank u. Het lijkt wel alsof we voorgesproken hebben. Ik zal dus niet in herhalingen treden, maar ook ik begin met een compliment. Namelijk dat in dit bestuursakkoord eigenlijk voor het grootste gedeelte eigenlijk al is gerealiseerd, nog voor het is aangenomen. Want collega Moerman heeft al genoemd, de Hersom-Mulenbrug, et cetera. Het staat allemaal al in de stijgers, dus ja, dat gaat al gebeuren. Complimenten dat dat ook in het bestuursakkoord staat. Ik hou het redelijk kort, maar uiteraard, net zoals de heer Moerman, vragen wij ons ook af of er straks nog wel ruimte is voor de initiatieven die voortkomen uit de Ommer agenda. Want er is al heel veel uitgegeven, er wordt juist ook minder aan inkomsten gedaan. Het integrale belastingplan, nou, daar zijn nu al een paar tipjes van de sluier opgelicht. Hebben we straks nog wel ruimte, ook als raad, om daar nog wat over te zeggen? Afgelopen dinsdag hebben we het uiteraard heel uitgebreid gehad over de winkelopening. In onze motie hebben we aangegeven dat we daar een hele andere visie over hebben als dat er nu in het bestuursakkoord staat. Want wij wilden namelijk niet wachten tot eind 2019 voordat er eindelijk eens een keer wat ontstaat waar de Ommenbevolking, de inwoners van Ommen, maar ook de toeristen in Ommen en de ondernemers wat aan hebben. Dat wilden we graag nu in het komend jaar al gerealiseerd hebben en niet pas in 2019. Wat wij misten eigenlijk ook in het Ommerakkoord, het bestuursakkoord, was echt een stukje lef, een stukje durf om eens over de grenzen heen te gaan. In plaats van laten we nou even opschrijven wat iedereen eigenlijk al wil. Nee, we willen eigenlijk nog wat verder. Echte ambities, waar kan Ommer nou uniek in zijn? Misschien dat het straks nog komt door middel van de Ommer agenda. Als het daarin naar voren komt, dan zijn we misschien straks een beetje gerustgesteld. Het zal dus duidelijk zijn dat wij de Ommer agenda, het betrekken van de inwoners, eigenlijk door de participatiecommissie, waar we straks ook mensen voor gaan benoemen, eigenlijk ook al in gang gezet is. Van die initiatieven die zijn er al. Dus
Ik hoop dat dat straks ook naar voren komt en dat we dan aan de hand daarvan echt die echte ambities van de gemeente Olmen wat duidelijk op de kaart kunnen zetten. Tot zover. Dank u wel, meneer Mors. Dan geef ik nu het woord aan meneer De Jonge. Niet op de foto zetten, hoor. We zouden het woord niet meer gebruiken, voorzitter. Hij doet het en hij doet het niet. Nou, er staat geen naam onder, maar ik ben Gerrit De Jonge, de fractievoorzitter van de VOV. Voorzitter, het doet me deugd te zien dat wij hier in het Huis van de Democratie een overvolle tribune hebben. Volgens mij zijn ze dat in Staphorst wel gewend. Want daar is nog wel eens wat hectiek, geloof ik, dat mensen op de tribune komen zitten en zelfs binnenkomen vallen als het niet wenselijk is. Maar dat gaan we veranderen hier in Olmen en voorkomen in Olmen. Voorzitter, terug to the point, want we zijn hier om te bespreken van hoe het bestuursakkoord eruit ziet, hoe we verder gaan met de agenda, de raadsagenda, en hoe we verder gaan met de benoeming van de nieuwe wethouders. Er zit een stukje feestelijkheid in, zo'n mooi feestelijk tintje, maar er zit ook ruimte in mijn optiek, want dat is ook democratie, om als raadslid, als raadsvoorzitter een visie te geven, een zienswijze te geven op degene wat we gezien en gehoord hebben. En daar ga ik zeker gebruik van maken. Ik zie mevrouw Bakelaar al schrikken, want ik heb... Schrikt u? Ik denk dat mevrouw Bakelaar reageert op uw mededeling dat de raadsvoorzitter visies ter berde gaat. Nee. Dat gaat de raadsvoorzitter zeker niet doen. Daar geef ik u graag de ruimte voor. Ik ken u nog maar kort, voorzitter, maar ik ben ook, ik heb ook wel ervaring dat u wel ambities en visie heeft. En dus zelfs dat zou kunnen. Goed, voorzitter, terug naar het hoogste orgaan. Want dat waren wij. Voorzitter, ik... zijn wij, ja. Ik zal eerst inzoomen op het bestuursakkoord en dan op de verkiezingsprogramma, et cetera. En daarna zal ik kort inzoomen op de wethouders. Voorzitter, om even terug te blikken, want we hebben de afgelopen jaren toch wel een hele roerige en rumoerige tijd doorgemaakt. En we hebben hiervoor gekozen om in Olmen, en ik heb het al een aantal keren gezegd, om een zelfstandige gemeente te blijven. Dat heeft ertoe geresulteerd dat u door de kroon benoemd ben en dat we als zelfstandige gemeente verder willen. Om dat te behouden moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat weten we allemaal. Financieel gezond, service verlenen en een kwalitatief hoge dienstverlening aan de burgers, aan de inwoners neerzetten. Maar even terug naar Staphorst, voorzitter, want daar werd ik kort geleden toch wel heel warm van. Want een collega van mij die trouwde in Staphorst. En daar stond in de verordening, het was verboden om daar op maandagmorgen met meer dan 3 gasten op bezoek te komen. Ik denk, jeetje, dat is ook wat. Hè, dat is een openbare, staat in de wet, een openbare bijeenkomst. Dus wat ga je dan doen? Dan kom je bij de voetbalvereniging Geenemuiden, dan kom je de burgemeester van Staphorst tegen en de gemeentesecretaris zegt, joh, kun je mij niet even helpen, want wij willen met 20 man daarbij aanwezig zijn. Voorzitter, dat werd gerealiseerd. En we werden daar warm ontvangen, dus dat doet me goed en dat biedt misschien ook wel perspectief om hier de dienstverlening en de service naar de klanten te verhogen. Voorzitter, coalitieprogramma, het akkoord, hoe je het allemaal maar noemt. Het is goed om te lezen dat er een omagenda gaat komen waar alle fracties, de gehele gemeenteraad, maar ook de inwoners van Olmen inbreng in hebben. Ook daar word je warm van. Maar voorzitter, het is niet zo... Laat ik daar ook helder zijn, dat nou iets is wat deze coalitiepartijen uitgevonden hebben. Want dit is nou juist iets waar wij als lokale partij de afgelopen jaren heel erg van gegroeid zijn en groot geworden zijn. Contact met de burger. Maar voor ons waren er nog veel meer mensen die die burgerparticipatie, die invloeden van buitenaf al in de hoofd hebben. In Groningen, Vreemijs. Maar voorzitter, de grondlegger daarvan was koning Willem van Oranje, Willem de Zwijger. Want u bent best wel eens in Zwitserland geweest, neem ik aan. En daar staat het plakkaat van Verlatingen. En ik wil u adviseren om daar eens te kijken, want daar staat juist de tekst op, heeft hij erin laten graveren, hoe hij als koning kijkt naar zijn taak als koning, dus lees hier als bestuurder, en de rol van het volk. En hij zegt van zonder, in andere bewoordingen, want er staat ook nog in de Nederlandse taal van vele eeuwen geleden, want hij zegt daarvan, ik hoor onderdanig te zijn aan het volk en te luisteren naar wat het volk wil en dat hoor ik uit te dragen. En eigenlijk doen we dat hier, hè, is dan de bedoeling van de coalitiepartijen om dat hier ook te doen, worden wij warm van. Maar nogmaals, het is niet iets wat
het CDA, de LPO en de ChristenUnie hebben uitgevonden. Want voor hun waren er veel meer. Ik kom daar straks nog even op terug, voorzitter. Want wat wij willen, daar moeten we ons goed van bewust zijn. Dat vereist wel wat van ons als gemeenteraad. Dat vereist wat van, en ik ga ervan uit dat er dadelijk alle wethouders die al met de hele familie hier zitten, dat die gekozen worden. En ik ga ervan uit dat wij dadelijk met een nieuwe ambtelijke organisatie de opdrachten van de gemeenteraad via het college laten uitvoeren door de ambtelijke organisatie. Dus dat betekent ook wat voor die ambtelijke organisatie. Daar kom ik straks nog even. En als ik het niet doe, helpt u mij vast onthouden, voorzitter. En anders misschien wel iemand op de publieke tribune. Daar kom ik nog op terug, voorzitter. Wat ik mis in het programma, en dat zijn in mijn optiek gemiste kansen. En ik heb het vanmorgen al, zo ben ik ook op Twitter gezegd. Want als je kijkt naar onze buurgemeente Twenterand, en er is de afgelopen jaren ook heel wat gebeurd. Hebben ze een hele hoop glazen gehad. Het lijkt wel een beetje het omme, het lijkt wel een beetje op Staphorst. Maar daar hebben ze na de verkiezingen hebben ze het accordaat opgepakt. Daar hebben ze een daadkrachtig verkiezingsprogramma neergezet met de daadkrachtige punten van de partijen ChristenUnie en gemeentebelangen Twenterand. En daar is helder in te zien wat de burger kan verwachten van het gemeentebestuur, lees van de gemeenteraad. Maar er is ook ruimte voor burgerbetrokkenheid. Voorzitter, dat mis ik in dit akkoord. En of je het nou een bestuursakkoord noemt of een coalitieakkoord, dit mis ik nou hierin. Want de drie punten die genoemd zijn, de Vegbrug, de financiën, dat staat allemaal in ons verkiezingsprogramma. Dat is de wens van de burger, voorzitter. De wens om wat te doen aan de verkeerssituatie in Ommen. En u weet, ik ben naast inwoner van Ommen, ben ik ook nog recreant in Ommen. Ik biverkeer op een van de grootste campings hier in Ommen. En als ik over die camping loop, dan zeggen ze wel eens van, daar heb je de burgemeester van de camping en de lokale burgemeester of de nachtburgemeester van Ommen. En de enige waar ik daarover aangesproken word, al die mensen uit Bodegraven, uit Nieuwekerk en IJssel, en weet ik waar ze allemaal vandaan komen. En die zeggen van, de jongen, wat is het een zootje op die Vegbrug. Er is de hele boel veranderd en dan, er is niks verbeterd. We staan er altijd in de file, het is verschrikkelijk onveilig. En de inwoners van Ommen die zeggen precies hetzelfde. Dan hebben we één partij, de lokale partij Ommen, voorzitter. Die heeft een prachtig mooi verkiezingsprogramma. Die heeft daadkrachtelijk in het verkiezingsprogramma opgenomen van wat zij willen. Hebben ze goed opgezogen bij de inwoners van Ommen. En voorzitter, zo goed hè, dat wij dachten toen die lokale partijen in, want wij uitgesloten werden om mee te doen aan de coalitie. En ik gezegd heb van nou, ik heb er respect voor dat er gekozen is voor de drie grootste partijen. Hadden wij zoiets van nou, die lokale partij Ommen, die gaat het nou voor Ommen goed doen. Die gaat nou oppakken wat de burgers willen en eindelijk eens verbeteren wat er in Ommen aan de orde moet komen. Het was zelfs zo, voorzitter, dat het bestuur van de VOV mij belde en die zei, de jongen, jij moet naar de penningmeester van onze vereniging en dan moet je even een paar honderd euro op gaan halen en dan ga je bloemen bestellen, want het gaat nu gebeuren. Al die mensen in die gele vestjes die daar op die brug stonden bij die rotonde en nu gaan realiseren dat die rotonde er gaat komen, dat uiteindelijk een verkeersveilige situatie komt, die gedragen wordt door die Ommenaar, die verdienen een bloemetje. Voorzitter, gisteren ben ik gebeld door de voorzitter en die zei, die jongen stop er nou maar mee, maar daar komt niks van terecht. En als ik het verkiezingsprogramma lees, voorzitter, dan komt daar ook niks van terecht. Want als er nou één leerschool is, die hier een gemiste kans die we hier gelopen hebben, is bij die drie belangrijke punten die benoemd zijn, waar de informateur en formateur al zegt van, dat zijn lastige punten, de jongen. He, daar zou je mee moeten naar een vrije keuze in de gemeenteraad. Die moet je eigenlijk niet opnemen, hoor ik haar zeggen, in het verkiezingsprogramma, maar dan moet je een vrije keuze laten. Wat zegt u? Of in het coalitieakkoord, dank u wel. Die moet je als vrije keuze neerleggen in de gemeenteraad. Voorzitter, daar hebben we een aantal kansen gemist. En als het gaat over de rest wat in dat bestuursakkoord staat, en meneer Moerman die zei het al, ik moet hem nog de complimenten geven voor het betoog, want prima inhoudelijk, helder en duidelijk. Wat hij vond, en daar kan ik me ook zeker in vinden. Maar daar hebben deze drie partijen, voorzitter, een kans laten gaan. Om niet, want als je je mond vol hebt van burgerparticipatie en raadsparticipatie, en je vergeet bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma, dan nog wel over die drie punten, om daarmee de burgers te consulteren. Nog een keer coalitieprogramma. Om daar de burgers mee. En het is nog niet eens zo warm. Van de week had ik last van de hitte, maar toen het over Hutspot ging. Maar dat is een gemiste kans. En ik zou aan alle drie de coalitiefracties willen vragen.
voordat u dadelijk misschien geïnstalleerd wordt, om antwoord te geven van waarom u daarin de burgers niet gevraagd heeft. Maar dat geldt ook, want ik ben die derde niet bewust vergeten, voorzitter, want die derde was de zondagsopening. Voorzitter, ik viel van mijn stoel afgelopen dinsdag toen die motie ingediend wordt. En de partij die met de grootste letters, en meneer Moerman is ook wel in het verkiezingsprogramma heeft staan, van de winkels moeten op zondag open, of woorden van gelijke strekking, dat ook in het verkiezingsprogramma helder heeft neergezet, dat hij tegen gaat stemmen. Het grootste deel van de Ommenaren, voorzitter, leden van de raad en publiek op de tribune, die zijn voorstander van die winkelopening. En ik kan me voorstellen, voorzitter, dat iemand met een christelijke achtergrond zegt, van mij hoeft het niet. Maar geef dan de ruimte aan de mensen die er wel behoefte aan hebben. En daar is behoefte aan in om. We laten een economische kans laten we hier schieten. Ik heb vanmorgen al huilende ondernemers aan de telefoon gehad. Die zeiden van, de jongen, wat hebben ze me nou geflikt? Want wij hadden verwacht dat we die winkels open konden doen op zondag. En het gaat niet door. Zelfs in Wierden gaan ze het doen. In Enter. Voorzitter, de buurgemeente Hardenberg. Nou, er staat wat sumiers in de krant van we gaan erover nadenken. Neem nou van Gerrit aan, dat die nog wat slimmer zijn dan ons. Want die gaan binnenkort de winkels op zondag open doen hoor. En dan kunnen wij het vuur onder de kroketten hier uitzetten. Is het afgelopen. Ja, voorzitter. En dan, want in de coalitieprogramma staan een aantal credo's opgenoemd. Van, en één credo mis ik daar. En dat is namelijk een betrouwbare overheid. Want dat willen we ook zijn. En dan zou ik, als ik de partijen was die de coalitie gesmeden hebben, eens kijken naar de drie programma's die hun hebben. Want in mijn optiek had de basis die hier had moeten liggen in dat coalitiebestuursakkoord, had datgene moeten zijn wat u in de verkiezingstijd aan de inwoners van Ommen verkocht heeft. En dat je daar bij de onderhandelingen een beetje wijn bij de, water bij de wijn moet doen, dat snap ik. Maar dat je de drie belangrijkste punten waar je hard voor gevochten hebt, waar je de Ommen naar achter hebt gekregen, waar je twee zetels mee verdiend hebt. He, en waar ik zelfs, he, want ik zie u niet als concurrent LPO, ik zie u als collega, als beide lokale partijen. En daar heeft u een kans laten verschieten. En ik hoop dat u die kans nog oppakt en dat u de ruimte krijgt van de partijen die geboren zijn als bestuurspartij, als rentenpartij, laat ik het maar zo noemen, de kans oppakken om nu eindelijk eens een keer vanaf de andere kant van de wereld gaan kijken, van de andere kant gaan kijken van hoe we hier in Ommen omgaan met burgerparticipatie, et cetera. Want het zit in de genen, voorzitter, van de regentenpartijen om te bepalen wat er gebeurt. En daar moeten we vanaf. Het is een hele mooie stap die er nu ligt in de raadsagenda om die genen even achter je te laten en een nieuwe genen te accepteren en op een andere manier aan het werk te gaan. En voorzitter, als we dat gaan redden, met z'n allen. En daar heeft u de VOV achter u staan, coalitie. Als u dat gaat rennen, dan mogen we ons na 4 jaar de kampioen van Nederland noemen. En dan zou ik zeggen, voorzitter, dan is het tijd om met z'n allen champagne te drinken. Hierin geef ik u een kans, kom er misschien straks nog wel even op terug. Maar wat ik mis, is een stukje daadkracht in uw verkiezingsprogramma. Want het is zo broos als ik weet niet wat. Ik ga eens even kijken, want anders u coalitieprogramma, het wordt al zo heel lang, want ik heb geloof ik wel 20 velletjes en dan wordt het misschien ook wel een beetje saai voor de mensen op de tribune. Als dat zo is, ga ik u helpen, meneer de Jonge. Ja? Ja. Nou, voorzitter, we hebben hier nog niet, zoals in de Tweede Kamer, dat we spreektijd hebben, dus ik laat me graag uitdagen. Nee, maar dan doe ik wel een moreel appel op u, gezien alle mensen die op de tribune zitten. Ja. Ja, dus ik denk dat het, Ik zal 3 of 4 van die mapjes zal ik hier onder laten liggen. U bent heel bekwaam om de sterke punten eruit te halen. Ik zal me beperken tot die 10 laatste velletjes. Maar voorzitter, ik daag ook de LPO-fractie en meneer Bongers, die zit daar nu nog als fractievoorzitter uit, om uit te leggen van hoe die dat de komende 4 jaar voor elkaar wil krijgen en het liefst nog de komende jaren. En op welke manier die ruimte zal scheppen in de begroting om dat voor elkaar te krijgen. Want voorzitter, zelfs de heer Bongers, die dadelijk wethouder gaat worden, en dat verbaast me ook heel erg, ik zag die portefeuilles en ik viel van mijn stoel. Maar ik heb die beste man 8 jaar, voorzitter, 8 jaar tegen wethouder Schelen horen betogen over de reserves en hij had het financiële beheer niet goed in zijn handen en de potjes maakte die leeg. Ik denk, nou, dat gaat die gebeuren. Die Bongers die gaat wethouder van Financiën worden. Zijn grootste rivaal wordt weer benoemd
als wethouder van Financiën. Ik ben benieuwd hoe we nu met de reservepotjes aangaan en of we de 5 miljoen die we over hebben uit 2017, of die weer teruggeboekt gaan naar de reservepotjes van de heer Bongers. Dus ik wil graag horen van de LPO van hoe ze daar tegenaan kijken en hoe ze daar mee verder willen gaan. Nou ja, over de... Ik ga nu even kijken of ik stappen kan maken, voorzitter, om u te willen te zijn. Over de hondenbelasting, et cetera, daar hebben de andere fracties het al over gehad. Ik ben nog wel nieuwsgierig over één punt, voorzitter. Eén punt van de LPO en van het CDA. Want ik herinner me de laatste raadsvergadering, voorzitter, voor de verkiezingen, voordat wij met z'n allen het veld ingingen en aan de ombenaren gingen vertellen wat we gingen doen en hoe we ommen gingen verbeteren, kwam er een motie en die ging over de IBOR. En die ging erover dat de wegen niet goed aangelegd werden, de gasbetonblokken moesten komen, de bruggen in de parken instorten. Het CDA die schrijft het zelfs in de verkiezingsprogramma. In de wijk de Larakkers en de wijk de Strangen zijn de wegen zo slecht, die moeten verbeterd worden. Dan kwam die motie. En ja, eigenlijk vond ik, en ik zal herhalen wat ik toen gezegd heb, dat met name het CDA de eigen wethouder daarmee een beetje voor puntje zette. Want die wethouder voerde gewoon uit wat wij in het IBO-programma hebben afgesproken, vastgesteld door de raad. Hè, budgetten bij vastgesteld. Hoe kun je dan je wethouder zeggen van ja, dat heb je niet goed gedaan, je eigen wethouder. Want dat moet anders en daar gaan we nu een motie voor indienen, een week voor de verkiezingen. En die mag dan het nieuwe college uitvoeren. Waarom, LPO en CDA, heeft u dat niet opgenomen in dat mooie bestuursakkoord van u? Want dan had u er mij in gevonden, van als u gezegd had van maar die inbouw moet veranderd worden. Dan moeten we ook daadkrachtig mee aan de slag dat die wegen aangepakt moeten worden en vernieuwd kunnen worden. Dan had u waarschijnlijk, en niet alleen mij, en ik kijk om me heen, dit misschien nog wel meer van waar u van af wilt, coalitie en oppositie, maar zover zijn we nog niet, achter u gekregen. Ja, voorzitter, ja, we gaan naar een nieuwe raad. We gaan ook naar een nieuwe, want daar bent u zelf heel warm voorstander van, en ook al de mensen in de raad, naar een nieuwe manier van werken in de raad. Dus niet meer debatteren met het college, maar onder elkaar het debat voeren. En de inform, waar zit ze? Oh, daar bent u. Die zei al van, je moet luisteren. Daar heeft u een punt. Hè? Maar dat is de verkeerde stijl van politiek bedrijven. Want ik vind het juist goed om te luisteren. Luisteren naar mekaars argumenten. En als een andere betere argumenten heeft, dan ga je overstag, dan zeg je potverdikke me, ik heb het verkeerd aangevlogen. Dus daar kon ik nog wel eens voor verstaan. Dus dan ga je gedachten van veranderen. Andere denkwijze. En dat vergt wat, voorzitter. En ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen van de coalitiepartijen die ik de afgelopen 2 perioden dat ik hier in de raad heb gezeten, 8 jaar, hier heb gezien. Wat ik gezien heb is dat er door het college een stuk werd gedumpt in de raad. Stikken slikken. Coalitie altijd voor, was geen ruimte voor debat, geen ruimte voor inbreng. Dus ik ben heel benieuwd van hoe dat de komende jaren. En of, van de week heb ik met mevrouw Legas, want die gebruikte dat woord heel mooi, omdenken. Hè? En toen moest ik nog denken aan de scholing. Ja, ik heb zoveel scholing gehad, sommige dingen heb ik niet eens opgenomen. Maar deze had ik wel opgenomen. Hè, maar op de hoge school van de spoorwegen, hè, toen ik een andere functie kreeg, in plaats van kaartjes knippen, een andere functie kreeg, moest ik om gaan denken. En op zich was dat een heel mooi proces. En ik heb geprobeerd om dat te doen, dat omdenken. En ik nodig u uit als coalitiepartij om de komende jaren zeker te gaan omdenken. En eens te onthouden wat ik hier nu aan u gezegd heb, voorzitter. Voorzitter, wij willen als VOV, en daar bieden we ons voor aan, de komende jaren meedenken. Meedenken om allemaal zelfstandig te houden. Maar ook de punten in te brengen die in ons verkiezingsprogramma staan. En dat zijn ook de punten van de zondagsopening. Dat zijn ook de punten van aanpak van de Vechtbrug. En die hondenbelasting, die hebben we erin gezet. En er waren in de vorige coalitie heel veel, want ik zie nog de wethouder met een zakje, met zo'n poepzakje rondlopen, van, maar dat ga ik realiseren. Daar waren wij ook voorstander van. En ik hoop, want, en dat waren toch wel de punten die de formateur, en ik mag misschien niet helemaal uit de school klappen, ook gezegd heeft van ja, dat zijn nou de lastige punten. Waarvan schrijft u dan in het coalitieakkoord? Ga er dan met ons over praten, maak het vrije punt van discussie van. En dan gaat de zondagsopening met steun van de winkel op zondag open. Met steun van, nou ja, laat ik zeggen, 80% van de burgers. Er zullen er 20 zijn die zeggen, we gaan liever zondags wat anders doen. Op familiebezoeken naar de kerk. Maar de rest is, die zal zeggen, van, nou, dat moet je doen.
Eens even kijken, hier kan ik ook wel wat stapjes in maken. Nou, ik heb nog 6 velletjes. Waarvan ik voorzitter al een aantal dingen aangegeven heb. Maar ik wou nu met u gaan naar, want dat is ook een onderdeel van het akkoord, naar de voorstel voor de benoeming van de wethouders. Voorzitter, laat ik helder zijn. Het gaat ons niet om de 3 personen. Maar het gaat ons wel over de 2 wethouders die niet in Ommen wonen. En voorzitter, laten we nou er geen doekjes over winden, want er is 1 wethouder. En laten we gewoon eerlijk zijn, en ik had gehoopt dat hij er zelf ook eerlijk in was geweest, die van allerlei schijnconstructies heeft bedacht om in Ommen te wonen, maar daarmee niet aan de wet voldoet. Voorzitter, we hebben 2 wethouders dadelijk die niet in Ommen wonen. Voorzitter, dat betreurt mij. Het betreurt mij dat er schijnbaar bij het CDA en de ChristenUnie een soort bloedarmoede heerst, dat je geen wethouder kunt leveren die uit ons eigen lokaal komt. Dat kan in mijn optiek, want we zijn een aantal jaren geleden overgestapt van het monistisch stelsel naar het duale stelsel, voorzitter. Dat was op 7 maart 2002, dat is ook een onderdeel van toch wel van hetgeen wat ik voor mezelf opgeschreven heb. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. De bedoeling was toen dat er een andere debat in de raad ging plaatsvinden. Dat niet raadsleden ook nog de uitvoerende partij waren. Maar in 2002 kan het nooit van de wetgevende macht de bedoeling zijn geweest dat je af zou stappen van bestuurders uit Ommen. En of het nou met bekwaamheid, dat je zegt van ja, we hebben bekwame wethouders, die hebben we in Ommen nu, dan heb je zeker last van bloedarmoede. En dan zou ik die partijen willen adviseren om daar wat aan te doen. Nou, die sla ik ook maar even over. Nou. Voorzitter, ik ben aan het afronden. Dank u wel, meneer De Jonge, dat hoorde ik al. Ja. Voorzitter, want als je dat wilt doen wat wij wat het voorstel is in de raadsagenda, hè, wat toch wel een beetje met een beetje soms een sceptisch moment, maar wat toch wel gedragen wordt, en dat kan haast niet anders, dan heb je het nodig een bestuur die, heb ik net ook al aangegeven, die ook een andere manier van werken heeft. He, dus andere genen en andere werkwijze. Voorzitter, dat, en daar daag ik, he, daar hoef ik niet het debat over te voeren, maar daar daag ik de nieuwe wethouders vooruit om een andere bestuurstijl aan te pakken, waar je niet met de wetsboeken in de hand regeert, maar waar je kijkt waar de ruimte is en kijkt naar oplossingen. Dus niet kijken naar belemmeringen. He, dat is het mooie omdenken, maar kijken naar oplossingen. He, en ambtenaren zijn er ook, want dat heeft volgens mij ook al is dat in de voorsessie aangegeven. Ambtenaren zijn er ook heel sterk in om te werken vanuit wat in de wet beschrijft. En als wij een andere denkwijze willen en de inwoners ruimte willen geven om mee te denken, dan moeten ze ook zeker, en ik heb de laatste keer aangegeven, over het wat en niet alleen over het hoe of 2 pakketpalen mogen slaan van hoe breed we gaan. En ik daag de nieuwe wethouders uit om te gaan denken en niet vanuit belemmeringen te gaan besturen en uit te voeren, maar vanuit kansen. Ja, de woonplaatsen, maar daar hebben we al genoeg over gezet. Dat is natuurlijk een hele krachtige afronding van uw betoog, meneer. Nou, ik voorzitter, ik was bij het laatste velletje. Dat dacht ik al. Ik ga u helpen. Of u het gezien heeft. Nou, we hebben ook een burgemeester gehad die zou zeggen van en nou stoppen, nou is genoeg geweest. Schossen, er wordt niet geschorst. Dus Uw stijl spreekt mij beter aan, voorzitter. Ik doe dat heel respectvol, maar voorzitter, en last but not least. Het debat vindt plaats in de raad. Voorzitter, wij gunnen, dus wij is de VOV maar fractie, maar ook onze achterban, die gunt de nieuwe wethouders een kans. En de VOV zal zeker als grootste oppositiepartij, want dat we niet het omdenken met z'n allen gerealiseerd hebben, zal u, zoals u van ons gewend bent, onze controlerende en kaderstellende taak constructief oppakken, maar scherp aan de wind zeilen. Ja, nou, dank u wel, voorzitter. Dank u voor uw betoog, meneer De Jonge. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Lagas. Voorzitter, geachte college, raadsleden en belangstellenden. Ik moest net even bij het betoog van de heer De Jonge aan de naam omdenken en omdenken. Dat zit toch mooi met elkaar in verbinding, hè? Maar goed, bijzondere dag. Vandaag komt er weer een nieuw college in Ommen. Altijd een heel mooi moment.
En dat is feestelijk en dat zie je ook aan de belangstelling op de tribune. Het is niet in het minste bijzonder moment omdat er ook afscheid genomen wordt van een coalitie van 4 partijen die de afgelopen 4 jaar hebben samengewerkt om het beste voor Ommen te doen. Dat beste is altijd discutabel. Immers zoals de heer Van der Mooren liever zegt, en dan komt hij, die komt vaker langs hoor, onthoud, luister. Partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, voor minder politiek ingewijden, dat heet ook wel oppositie. Die hebben soms een heel ander beeld van wat het beste voor Ommen is en wie het beste kan doen. De afgelopen periode werd het college in dat kader op stevige uitspraken getrakteerd. Zij deden blijkbaar niet hun best. Mooi dat het thema van het voorliggende bestuursakkoord nu samen is. Helemaal niets mis met deze titel. Ik raakte wel de tel kwijt bij het woord samen in het stuk. En ik snap nu ook veel beter wat u bedoelde toen ik de economische nota in het najaar verdedigde waarin het woord crossover veel voorkwam. Beide woorden zijn goed bedoeld, maar laten we oppassen het niet te overdrijven. Het woord samen moet zijn niet werkelijke waarde gaan verliezen. Bovendien kan niet alles samen. Immers, we hebben als politiek ook gewoon te maken met verschillende belangen. En ik heb vanmiddag van de burgemeester gehoord bij zijn afscheidsspeech van mij dat ik die goed kan verdedigen van iedereen. Dus, nou, die heb ik vast binnen. We hebben allemaal zo onze eigen achterban. Met hen hebben wij onze verkiezingsprogramma's opgesteld en onze doelen ook gesteld. Daar waar een coalitie tot compromissen moet komen, kan de oppositie nog steeds sturen op eigen doelen. Dat is toch ook echt de essentie van de democratie. Wel kunnen we constateren dat wij in onze programma's veel dezelfde dingen hebben staan. Soms met een klein nuanceverschil. Daar gaan we elkaar zeker op vinden via de Ommen agenda. Maar er staan ook punten in dit bestuursakkoord die al door de informateur als lastig werd betiteld. Zij vroeg ons allen daarover toen al een uitspraak te doen en misschien wel terecht. Dat had ook prima gekund wanneer alle partijen mee hadden mogen doen om een raadsprogramma op te stellen, zoals wij dat 4 jaar geleden hebben gedaan. Dat was pas transparant. Nu hebben wij wekenlang nieuwsgierig afgewacht hoe onder andere de rotonde bij de Verbrug ingepast kon worden en hoe die betaald ging worden. Of er riolering in het buitengebied zou komen. Ja, vooral Beerseveld heeft IBA-problemen, dat is bekend. En hoe ondernemers de vrijheid zouden krijgen zelf en met elkaar de openstelling op zon- en feestdagen af te stemmen. Ik vond ook heel mooi dat de informateur net zo nadrukkelijk de vorm van luisteren naar voren bracht. Dat ging hartstikke mis dinsdag. Volgens mij hebben we niet goed geluisterd. Nog naar elkaar, nog naar de behoeftes van de inwoners en de ondernemers. Dus ik beloof u nu vast, coalitie, dat we dat na de vakantie gewoon een keertje overdoen. Mag u gewoon weer meer discussiëren, pak hem gewoon nog een keertje op. Gaat vast lukken. Maar zoals velen van u, Maar zoals velen van u wel zullen herkennen van verlanglijstjes, het cadeau dat je echt verwacht en uit bescheidenheid onderaan je lijstje gezet is, zit er niet bij. Niet dat wij ontevreden zijn met een veilige fietsenoversteek bij de brug, ja, hadden we ook al afgesproken. We zijn ook hartstikke blij met de goede doorstroming van het verkeer van en naar Ommen. Staat in onze verkeersvisie. Ook wij willen een meerjarig belastingplan. En dat hebben we ook al, maar hij moet een nieuw verfje hebben. Dus eigenlijk is dit een cadeautje wat al dubbel is, maar misschien mogen we tegen iets anders ruilen. Natuurlijk zijn wij ook voor het op termijn afschaffen van hondenbelasting, stond ook in ons verkiezingsprogramma. Revitalisering recreatieparken en een aangepast OZB-tarief voor maatschappelijke functies. Maar de overige hoofdstukken van het bestuursakkoord sluiten eigenlijk naadloos aan bij het document Hou vast voor de toekomst. Ik vond bijna alles erin terug. Kortom, waarom heeft dit formatieproces zo lang geduurd? Het kan natuurlijk dat er driftig gezocht is naar die 1 miljoen euro die de LPO kwijt was tijdens de debatten bij de Bootsman. Sterker nog, de woordvoerder meldde dat de VVD in het verkiezingsprogramma fake nieuws verspreidde, omdat wij spraken van een gezondere financiële positie van Ommen. Over fake nieuws gesproken, krijgen we zelf een The Donald in Ommen?
Wel hebben wij nog veel technische vragen over de inhoud en de financiële onderbouwing. En eigenlijk hoort het niet in deze vergadering. Wij betreuren het dan ook dat er geen informele bijeenkomst is geweest met alle fracties toen het document in concept klaar was. Daar hadden wij die vragen kunnen stellen en hadden wij ons vanavond tot de politieke duiding kunnen beperken. Op de nadrukkelijke vraag van ons en de andere fracties, die geen deel uitmaken van de coalitie, dus de oppositie, vorige week donderdag, kregen wij de indruk dat het stuk pas beschikbaar kwam na de presentatie aan de pers van afgelopen maandag. Er dreigde eigenlijk een beetje een situatie dat de pers het eerder zou weten dan de beoogde oppositie. Gelukkig was er begrip voor het dilemma dat fracties het stuk wel graag wilden bespreken in hun fractieoverleg van afgelopen maandag. Wij zouden het stuk voor het weekend onder embargo ontvangen. Wat jammer dat pas op verzoek van de heer Mors het stuk zondagavond is toegestuurd. Velen van ons zagen het pas op maandag en hadden echt onvoldoende tijd het goed te lezen. Een valse transparantiestart zou ik dit willen noemen. Wij zijn dan ook niet blij met het conservatieve proces waarmee deze formatie tot stand is gekomen. Dat mag en is ook echt een keuze, een beetje zoals ze het in Den Haag doen. Maar het staat wel haaks op het woordje samen en is verre van een crossover. Het is daarom goed om te lezen bij het hoofdstuk De Rol van de Raad dat wij in een cultuur- en leerproces zitten. Laat dit de eerste les zijn voor de partijen die deel uitmaken van de coalitie, slechts de coalitie. Wij vinden de weg naar de OMA-agenda een grote kans. Goed dat we daarover in september met elkaar een paar dagen op pad gaan. We gaan samen de route bepalen. Overvoer de burgers niet in het participatieproces. We hebben al heel veel van dit soort processen gehad. Er staat al heel veel op agendas die nog niet zijn uitgevoerd. Laten we dus ook eens kijken, wat kunnen we al gaan doen, wat we al hebben afgesproken met al deze mensen. Voorzitter, het spijt ons daarom des te meer dat we nu toch een paar technische vragen moeten stellen. Sorry toehoorders, het is technisch, maar het kan even niet anders. Ik zal het zo snel mogelijk doen en u krijgt ze ook, het college ook krijgen, dus dan kunnen we misschien later antwoord krijgen. Want ik kan me ook voorstellen dat mevrouw Bakelaars, woordvoerster van de coalitie, misschien niet meteen het antwoord kan geven. Maar goed, we gaan het proberen. Waarom heeft u een tabel met een financieel kader gemaakt over onontkoombare investeringen en prioriteiten, zonder dat de risico's die u zelf onder de kop financieel beleid van Ommen heeft genoemd, daarin zijn verwerkt? Dat lijkt me toch meer dan logisch. Waarom heeft u voor de volgende posten, ontvlechting BOH, kostenontwikkeling jeugd, ontwikkeling bouwprijzen en het risico afwaardering gronden, helemaal niets opgenomen? Gezien de ervaren portefeuillehouder financiën en onze schatkistbewaarder, de heer Bongers, was het logisch geweest dat hier een duidelijk financieel perspectief had gestaan. Zodat het ook voor de... Nee, ik doe het niet weer. Dat het ook voor de oppositie duidelijk was. Kortom, waarom is dit niet gebeurd? U stelt dat het financieel kader nodig is, omdat het onder andere behoort bij de afspraken die gemaakt zijn over de drie lastige bestuurlijke onderwerpen. Als ik dan naar de mooie blauwe tabel kijk, waar de cijfertjes allemaal in staan, staat juist bij het heikele punt Hessel-Mulenbrug een PM-post, evenals bij de hondenbelasting eigenlijk, een magere vertaling trouwens van het belastingplan. Ook voor de uitvoering van de verkeersvisie raamt u niets. En bij uitstek is dat een participatietraject. De LPO gaf eerder aan een lastenverlichting voor de burgers van minimaal 100 euro te verwachten. Met DALFs als benchmark waar ze geen forensenbelasting kennen. In de forensenbelasting voor Ommen is nu voorzien door het voorstel van 100.000 euro verlaging. Nou, dat vinden we hartstikke goed, want daar zijn we ook nooit voorstander van geweest. Maar dan kan het, voorzitter, toch niet moeilijk zijn om een nieuw belastingplan vast op hoofdlijnen te ramen als je uitgaat van die gewenste 100 euro? Of zit het misschien in de schoenendoos van niet waar te maken beloften? Ook de VVD staat voor goede dienstverlening en een bezoekersvriendelijke balieomgeving. Nog voordat Hardenberg de stekker uit de BOH trok, heeft een werkgroep zich gebogen over het gebruik en de inrichting van het gemeentehuis. Nu staat er 800.000 euro geraamd en volgens mij is dat nog exclusief de restauratiekosten die we hebben, want het gemeentehuis heeft ook een opknapbeurt nodig. Als er ergens een PM-post past, dan is het op dit moment hier wel. Vindt u het wel verstandig om niet eerst de organisatie te bouwen, voordat u nu al geld neerzet voor een bezoekersvriendelijke balieomgeving? U raamt structureel 470.000 euro voor uitbreiding burgerinitiatieven. Wat bedoelt u eigenlijk met uitbreiding? Zitten daar ook de nog niet in uitvoering genomen initiatieven bij van het Ommen Podium?
U raamt 30.000 euro structureel voor asbest. Wat gaat u daarmee doen? Voor extra parkeren centrum raamt u 175.000 euro. Maar wat is het plan? We weten allemaal dat het de wens is van de HVO om de bebouwing naast en achter de nieuwe HEMA niet door te laten gaan. Voor het wegvallen van de woon-werklocatie is in de begroting bij de risicocentrumontwikkeling al 80.000 euro geraamd. Nieuwe parkeerplaatsen daar aanleggen kost ook een ton. Is daar het geraamde bedrag voor? Bent u overigens nog voornemens om de bebouwing ter hoogte van Voscomtronics nog door te laten gaan? Want volgens mij was het ook een heikel punt in de verkiezingscampagne. Voor de vitalisering centrum raapt u alleen voor de eerste aanpak dit jaar 25.000 euro. In de bestuursrapportage, die u al bij de stuk heeft voor volgende week, worden extra uitgaven van 50.000 euro voor de stimuleringsregeling detailhandelscentrum Ommen voorgesteld. Die we overigens door compenseren met de subsidie van de provincie ook 50.000 euro kunnen betalen. Waarvoor bestemt u nou precies deze 25.000? Wij gaan ervan uit dat mede gezien de oproep van bijna alle partijen bij het Politiek Café van de ondernemers bij Vlater, u binnenkort met nadere plannen komt voor het versterken van de positie Oostkant Centrum. Misten we ook zozeer in dit bestuursakkoord. Onlangs hebben wij daarvoor een bezoek gebracht aan het centrum. Gaat u daar ook middelen voor reserveren? En waarom staat dit nu al niet bij de prioritering? Nogmaals, vanuit de Raad is het huidige college daar de afgelopen maanden stevig op aan de tand gevoeld. U raamt onder de kop onontkoombaar 1,5 miljoen voor ontwikkeling Haven Oost. Daar heeft u vast een goede onderbouwing voor, die wij nog niet kennen. Immers de LPO zou nooit akkoord gaan met een bedrag zonder onderbouwing. Geen black box toch? Mijn vraag is dan ook, wat is die onderbouwing? Bij de vernieuwing van het Kunstgras Westbroek aan atletiekbaan geeft u extra aan 680.000 euro te ramen. Wat bedoelt u met die extra? Voorzitter, mijn laatste punt. Ja, ik zag u bewegen. En ik ben gehoorzaam, u weet het. Maar ik hoef niks over te slaan, want ik had u al ingeschat. Agendapunt wethouders. Ik begin bij Bart Jasper Faaier. Immers Bart, jij bent nu nog onze gast en gasten gaan voor. Wij kennen elkaar al heel lang. Eerder toen jij nog directeur was van Stimulant. En het afgelopen jaar als collega wethouder in Staphorst. Samen zaten we in de stuurgroep Vechtdal. Ik heb jou leren kennen als een constructieve bestuurder met een open mind en goed in omdenken. Jij gaat je onder andere bezighouden met het centrum. En dan komt er een klein inside grapje, maar ik zal hem je nog een keer uitleggen. Ik adviseer je om snel kennis te maken met de ondernemers en niet alleen die van de HVO. Laat je verrassen en jij mag mij altijd bellen. Je gaat je onder andere bezighouden met het centrum. Ik adviseer je, oh, dat heb ik net gezegd. Ook duurzaamheid staat in jouw portefeuille. Ik ben reuze benieuwd hoe de verduurzaming van de carousel nu verder gaat. Leo heeft gemeentelijk gebouwen en die heeft er een stevige eigen mening over. En gezien het bestuursakkoord waarin niets over de carousel staat, adviseer ik jou ten strengste eerst met hem te gaan spreken. Kan je een hoop tijd schelen. Co. Ja, je zit een beetje verstopt, maar ik zie je wel hoor. Jij gaat de derde termijn in Ommen. Misschien maak je hem wel niet af. Want er komt nu vast wel een gemeente vrij waar jij burgemeester wordt. Je bent daar meer dan geschikt voor. Je bent steeds onder de mensen en velen in Ommen kennen jou. Je hebt oog voor mensen en je weet wat er leeft. Stop dus met de constructie van ingeschreven staan in Ommen. Je hebt hier een appartement voor als het druk is of laat wordt, maar iedereen weet dat je er bent en dat je in Nijenveen woont. En dat is prima, daar hebben wij geen probleem mee. Dus wat ons betreft hoef je dat niet op te houden. Gaat er ook een hele hoop discussie weg in Ommen, denk ik. Het geeft duidelijkheid en het is transparant. Dat zal ik er nog even aan toevoegen. Nog even een paar tips voor je nieuwe collega's. Oren open. En Bertha de oren dicht. Ko wil liever geen toetjes. En hij weet zelf prima hoe laat hij waar moet zijn. Dus als hij er wel naar vraagt, test hij jullie alleen maar. Niet intrappen. Ko, ik geef jou ook nog een tip mee. Je mag best wat luchtiger gekleed zijn als je op zaterdag een buurthuis opent met 30 graden. Geloof mij maar, mensen vinden het pak met das echt veel gekker bij dat weer dan een mooi shirt met een zomerse broek. Leo. Tja. Het is een memorabele dag vandaag voor jou. Waarschijnlijk heb je je vaak een voetballer van het Nederlands elftal gevoeld. Je wilde zo graag wethouder worden, maar je werd steeds uitgeschakeld. Ja, echt, je riep heel vaak in de raad als je vond dat Code weer niets van bakte, dat jij het wel wilde doen.
En dan snap ik niet dat jij nu niet financiën in portefeuille hebt. Het is al eerder genoemd. Maar ach, als collegelid zul je wel scherp op de centen letten. Zo scherp als gele pepers. Laat ze niet te lang liggen, Leo, want dan verrotten ook gele pepers. En je hebt dan een heel grote lijst met vocabulaire ontwikkeld, die wij natuurlijk nu lekker gaan gebruiken. Ik heb ze allemaal genoteerd de afgelopen jaren. Ik geef er vast twee ter herinnering. Het miljoenendebakel en de bureautjes. Nee, de rest bewaar ik nog even, want het worden nog vier lange jaren. Je gaat merken dat de andere kant van de tafel echt anders is. Maar ook voor jouw fractie zal het wennen zijn. En ik hoop niet dat jullie hetzelfde gaan meemaken als in 2006, toen het LPO-nest na 6 maanden al onder de boom lag. Het is een duidelijke andere rol. We merken al wel weken een verandering bij je. En ik ben het niet alleen hoor. Ik heb het van meerdere kanten gehoord. Je kijkt anders. Je bent rustiger. En je zegt veel minder. Dan komt dat toch door. Boze tongen beweerden dat het het resultaat is van een alternatief familiediner. Immers, als je moet gaan samenwerken met iemand die je in de afgelopen periode meermaals met een motie van wantrouwen wilde wegsturen, ja, dan moet er wel iets glads gestreken worden natuurlijk. En ik hoop dat dat gelukt is. Leo, succes. En mocht de aflevering van het programma, speciale programma Familiediner, worden uitgezonden, stuur dan even een berichtje. En oh ja, doe dan nog even die uitleg van die miljoen erbij. Dank u wel, mevrouw Lagas. U weet dat ik vrij scherp gevaren heb afgelopen dinsdag, daar waar het ging om technische vragen. Dus ik neem direct uw procedurevoorstel over dat we niet in dit debat die technische vragen gaan beantwoorden, maar die zullen schriftelijk beantwoord gaan worden. Dan kijk ik nog even in tweede termijn. Ja, meneer Remmers, wie nog meer in tweede termijn? We zitten in de tweede termijn en niet de eerste termijn. Ja, meneer Remmers, geef ik u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, ook zonder onderschrift zie ik. Dus misschien moet ik mezelf ook voorstellen, zoals meneer De Jonge, Dick Remmers, raadslid LPO. De LPO is trots op het nieuwe bestuursakkoord. Een compact akkoord tussen het CDA, de ChristenUnie en de LPO. In reactie op de inbreng van een aantal collega's wil ik me beperken tot de opmerking dat de meeste daarvan de afgelopen 4 jaar de gelegenheid hebben gehad om zaken te realiseren. Nu gaat een nieuwe coalitie dat oppakken en zo te horen doet dat pijn. De nieuwe coalitie heeft een compact akkoord opgesteld om daarmee de ommeragenda mogelijk te maken, waarbij de voltallige raad, de inwoners, de bedrijven en vele organisaties betrokken worden. Dus niet alleen omdenken voor de coalitiepartijen, maar voor alle partijen in de raad. Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en trends zijn er keuzes gemaakt. Keuzes op het gebied van bestuurstijl en voor onderwerpen die prioriteit verdienen. Daar zijn zo nodig ook de financiële middelen aangekoppeld. Die financiële ruimte is er gelukkig. De LPO denkt dan ook dat we aan de vooravond staan van een mooie tijd waarin het hard werken zal worden. Denk ook aan de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie. Maar ook een periode waarin resultaten geboekt kunnen worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Dan was dit het einde van de tweede termijn. Dan wil ik komen tot stemming. Ik breng als eerste in stemming het bestuursakkoord. Wenst iemand daarover stemming? Sorry, ik versta u niet, mevrouw Lagas. Moet u even het knopje drukken? Ja, voorzitter, een stemming, maar ik wil graag een stemverklaring afleggen. Uitstekend. Dan breng ik hem eerst in stemming en dan een stemverklaring is een hele korte mededeling, zoals u weet. Ja, ja. Nee, dat is misschien wel een goed moment nu om iedereen ook weer een beetje te helpen hoe dat we dat doen. Wie is er voor dit besluit en het bestuursakkoord? Voor, fracties van CDA, LPO en ChristenUnie. Wie is er tegen? Ja, u moet eerst stemmen, dan mag u stemverklaring afleggen, toch? Doe ik dat verkeerd? Ik kijk even naar de regie. Het is eigenlijk andersom. Ja, dan heb ik er een beetje een rommeltje van gemaakt, vrees ik. Voordat ik doorga, geef ik toch de gelegenheid om een stemverklaring af te leggen. Dan kan ik het een beetje herstellen, denk ik. En dan de twee. Ja? Stemverklaring, mevrouw Lagas, u wil de stemverklaring afleggen?
Voorzitter, gezien de korte tijd die we hadden om het stuk te lezen en omdat we beantwoording van de vragen niet hebben en ook niet hebben kunnen bespreken in de fractie, is het voor ons onmogelijk om nu akkoord te gaan met het bestuursakkoord. Dank u wel, mevrouw Legas. Dat is een heldere stemverklaring. Wie is er tegen? De fracties van de VOV, D66, de VVD en de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Dan is het bestuursakkoord aangenomen. Dan kom ik bij het tweede besluit. Het voorstel tot inrichting van het proces rond de Ommer agenda. Wie is er voor? Sorry, wilde u stemmen? U wilt de stemverklaring afleggen? Nou ja, nee, ja we zijn wel voor, maar ik wou u even attenderen op het besluit, want de titel boven het besluit klopt niet. Want er staat namelijk bij 2 ook over de Ommer-agenda akkoord te gaan. Dus de titel boven het tweede voorstel klopt niet. De inhoud van het besluit is... De inhoud klopt wel, maar de titel die erboven staat klopt niet. Ja, maar we gaan over de inhoud van het besluit stemmen. Fijn dat u dat aangeeft. We gaan over de inhoud van het besluit stemmen en de inhoud van het besluit... Voorstel uit of u akkoord bent met de inrichting van het proces om te komen tot de Ommer-agenda. Wie is daarvoor? Dat is unaniem. Dat is een mooie start. De hele raad is voor. En daarmee is het coalitieakkoord vastgesteld en ook het proces om te komen tot de inrichting van de Ommer-agenda vastgesteld. En daarmee is denk ik ook het hele proces rond de coalitievorming en is afgerond. En dan kunnen wij nu komen, dank u daarvoor, kunnen we komen tot agendapunt 3. De benoeming van de wethouders, de vaststelling van de tijdbestedingnorm en het woonplaatsvereiste. En ik geef graag mevrouw Bakelaar kort het woord. Ik weet niet waarom ik zeg kort, maar ik doe dat toch maar. Dan hoeft u niet bang te zijn. Dank u wel voor het woord, voorzitter. Hoeft u niet bang te zijn, want ik zal het niet lang maken. Want we kunnen heel veel benoemen en mevrouw Legas heeft ook al een paar bijzonderheden aangegeven over de kandidaat-wethouders. Maar ik wilde graag de kandidaat-wethouders zelf in de gelegenheid stellen om zich te presenteren. En wellicht mag ik een aantal zaken als handreiking doen toekomen. Om wellicht iets meer over jezelf te zeggen. En dan richt ik mij tot de heer Koos Gelen. Omdat wij jou al redelijk goed kennen. Wellicht kun je iets vertellen wat we nog niet van je weten. Of wat een heleboel mensen hier op de tribune niet van je weten. Maar... Of wellicht wat je hier zo anders aan vindt aan deze periode. Dus ik daag je uit, kijk eens of dat je daar iets mee kan. Aan Bart, van Staphorst naar Ommer, dat is toch wel even een verandering. Maar wellicht kun je al zeggen van, wat zie je nu hier in Ommer waarvan je zegt, nou hier wil ik voor gaan de komende 4 jaar. Nou ja, en Leo, ik laat het bij jou vrij. Jij mag hem zelf invullen. En wat mij betreft ook nog even een aantal zaken, maar dat laat ik aan jou vanuit wat je gehoord hebt. Leo, mag ik bij jou beginnen om je voor te stellen? Ja, vindt u het goed als ik dan weer, als ik het weer overneem? Ja hoor, helemaal goed. Dank u wel. Mag ik dan meneer Bommers uitnodigen en naar voren te komen? En ik ben zo vrij geweest om in het voorafgaande, want ik had al het vermoeden dat er zoiets zou gaan gebeuren. U heeft maximaal 2 minuten, ondanks de brede vraag die mevrouw Bakelaar heeft gesteld. Ja? Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik zal het echt kort houden. Het goede voorbeeld geven, hè, als college. Leo Bommers. Ik denk dat velen van u mij wel kennen. Vanuit de politiek, vanuit de sport, buren, vrienden... gewoon in het dagelijks omgang. Maar de kernvraag is, wie is Leo Bommers als wethouder? En mevrouw Legas die gaf eigenlijk al een voorzetje van... Ja, ik zie meneer Bommers wat veranderen de laatste 2 weken. Dat kan. Maar toch wil ik iets kwijt. Ik kreeg vanochtend een heel leuk en lieve kaart. Met een hele mooie tekst. Nou, ik ga u niet belasten met alle tekst die ik kreeg. Maar die eindigen wel met een hele mooie zin. Leo, blijf in de schoenen lopen die je draagt. En koop geen andere, want de oude schoenen die dragen het lekkerst. Dat wou ik graag meegeven, voorzitter. Dank u wel, meneer Bommers. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Jaspers Faaier. Dank u wel, voorzitter.
In buurgemeente Twenterand hangt een spreuk boven de deur. Ik geloof dat die is meeverhuisd van de voormalige gemeente Den Ham. En daar staat wie regeren wil moet dienen en die dient die regeert. Dat zou mijn antwoord zijn op wat is je ambitie. En dat is niet alleen maar een persoonlijk iets. Ik ben overtuigd van het woord samenspel. Hoe doe je dat? Samenspel, ik kijk uit naar het samenspel in het collegevoorzitter en met u als burgemeester, collega Schelen, collega Bongers, maar ook met u als raad. Ook met inwoners, ook met de fractie. Ik dank u voor het vertrouwen en ik hoop dat niet te beschamen. Ik zal mijn best doen. Als de 2 minuten nog niet vol zijn, wie ben ik? Mijn naam is Bart, achternaam Jaspers Fire. Het is een Frieseveense achternaam. Ik ben vaak over de brug gekomen in Ommen om naar destijds mijn meisje, nu mijn huidige vrouw, te gaan in Staphorst. Dus de brug in Ommen is me wel bekend. We hebben 5 kinderen in de leeftijd van 13 tot 24 jaar. We hebben jaren in Afrika gewoond, ontwikkelingswerk gedaan. Daarna ben ik bij Stimland gaan werken waar mevrouw Lagasse op doelde. Dat heb ik 15 jaar gedaan, waarvan de laatste 7 als directeur, 4 jaar als wethouder in Staphorst. Waarom dan naar Ommen? In Staphorst hebben we, vind ik, grote opgaven met elkaar gerealiseerd. Omgevingsvisie is vastgesteld. Decentralisatie van de zorg is goed gegaan bijvoorbeeld. Wat hier in Ommen ook goed loopt, heb ik begrepen. De nee ten zij naar de ja-mitshouding hebben we veel aan gewerkt. Burgerparticipatie, ook mede dankzij het Trendbureau bijvoorbeeld. En toen kwam de vraag van de fractie van de ChristenUnie Ommen. Wij zoeken een wethouder of die met ons de samenspel ze willen vormgeven. Ik heb erover nagedacht. En ik heb gezegd, dat ga ik doen. En ik hoop op uw steun en op een mooie samenwerking. Dank u. Dank u wel, meneer Jaspers Fire. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Schelen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is duidelijk dat ik nog niet gekend word. Ik bedoel, als mij wordt gevraagd om iets te zeggen in 2 minuten... Ik houd u eraan, aan die 2 minuten. Daar wacht ik op. Voorzitter, ja, wat is misschien nog niet bekend. Ik ben nu, ik heb 8 tropenjaren gehad in Ommen. Maar ik ben ook 37 jaar getrouwd. En dan zult u misschien denken van, goh, wat is nou het zwaarst? Ik weet voor wie het zwaarst is. En dit wil ik wel een keer gezegd hebben, waar ze bij is. Ik denk dat Ommen die 8 jaar heel veel te danken heeft aan haar. Ik heb ook weer zin in de komende periode. En waarom? Omdat 8 jaar lang in Ommen was, ja, toch wel heel zwaar. Veel dingen te doen. Zware financiële problemen. Bestuurlijk veel wisselingen. En het wordt tijd om in Ommen te gaan bouwen. En vooral met de samenleving. En dat spreekt mij zo aan in dit bestuursakkoord en ook de Ommen agenda. Samen met de samenleving, midden in de samenleving staan. Ja, daar wil ik 4 jaar volop voor gaan. En ik hoop inderdaad ook op uw vertrouwen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schelen. Dan heeft u in ieder geval de antwoorden van de kandidaten gehoord op de vraag die mevrouw Bakelaar heeft gesteld. En u hoort, als de vraag heel open is, kan het antwoord heel kort zijn. Ik zou willen overgaan tot de rapportage door de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. Want om te komen tot de benoeming van de kandidaten, de kandidaat-wethouders tot wethouder, zal ook moeten worden vastgesteld of aan de benoemingsvereisten is voldaan. En daar heeft aan het begin van de avond een commissie bestaande uit de heer Remmers, mevrouw Tuinbeek en de heer De Ruiter zich overgebogen. En ik zou de heer Remmers als voorzitter van de commissie willen vragen om verslag te doen van de bevindingen van de commissie. Mag ik u uitnodigen om naar het kateder te komen? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarbij behorende documenten van de kandidaat-wethouders de heer Schelen, de heer Bongers en de heer Jaspers Fire, kan ik u het volgende meedelen. De geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden zijn in orde bevonden. De kandidaat-wethouders voldoen aan alle in de gemeentewet gestelde vereisten voor het wethouderschap en zijn daarom benoembaar als wethouders van de gemeente Ommen. Hierbij merkt de commissie op dat de heer Bongers raadslid van de gemeente Ommen is. Maar deze functie vervalt op het moment dat hij als wethouder wordt benoemd. De heer Jasper Faer is wethouder in de gemeente Staphorst. Maar deze functie vervalt op het moment dat hij als wethouder in Ommen wordt benoemd. Daarnaast
voldoet de heer Jasper Faaier niet aan de woonplaatsvereisten, maar hij heeft daarvoor ontheffing gevraagd aan de raad. Hoewel het niet wettelijk vereist is, vindt de commissie het wenselijk dat de integriteit van de nieuwe wethouder wordt getoetst. Hierom heeft de burgemeester opdracht gegeven aan het bureau Berenschot voor het uitvoeren van een risicoanalyse integriteit. Een verklaring omtrent gedrag maakt hier deel van uit. Vanuit de verzamelde informatie en de gesprekken met de kandidaten die door Berenschot zijn uitgevoerd, hebben zij geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaten. De commissie heeft kennis genomen van de rapportages van Berenschot met betrekking tot de drie kandidaat-wethouders en onderstreept deze conclusies. Tot zover. Ik heb hiervan een getekend exemplaar en dat zal ik overhandigen aan Griffie. Dat zou ik dan graag even zien. Ja. Dat is dan verheugend. Dan stel ik vast dat alle drie de kandidaten benoembaar zijn. En ik wil de volgende volgorde aanhouden. En voor u, ook voor de mensen die hier aanwezig zijn op de publieke tribune. De benoeming van personen gaat altijd met stembriefjes. Dus we hebben een hele mooie stembus, hebben wij. En daar zal dadelijk mee worden rondgegaan. Edoch niet dan nadat de stembriefjes er natuurlijk zijn rondgedeeld. En we gaan dat in drie ronden doen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. En in de eerste ronde zal aan de orde zijn de benoeming van de heer Schelen tot wethouder van de gemeente Ommen. En griffier, ik kijk nu naar u. Zijn de briefjes beschikbaar? Die zijn uitgedeeld. Nee, die gaan nu. Ja, die gaan nu, maar ik zie helemaal nog niks bewegen. Dus, ja. Ja. Heb je dit al gemeld? Moest dat nemen? Ja, ik ben nog niet zo ver. Dus de briefjes worden nu uitgedeeld, de stembriefjes. Er is een commissie samengesteld die dadelijk ook de stemmen zal tellen. En de commissie bestaat uit mevrouw Hemstede, de heer Moerman en de heer Hemmink. En als dadelijk de stemmen zijn uitgebracht, zal ik hen ook vragen om naast mij plaats te nemen. Maar laten we eerst in alle rust de eerste ronde stemmen doen. Oké, als ik de mevrouw Heemstede, meneer Moerman en meneer Hemmink mag uitnodigen om aan mijn rechterhand en voor de kijkers links plaats te nemen. Mevrouw Heemstede is voorzitter van de commissie. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Heemstede als voorzitter van het stembureau om de uitslag bekend te maken van de stemming over de kandidatuur van meneer Schelen. Mevrouw Heemstede. Dank u wel, voorzitter. Het aantal uitgebrachte stemmen, dat waren er 17. Hiervan zijn er 14 stemmen voor en een drietal stemmen tegen. Oké, dan stel ik vast dat er voldoende stemmen zijn uitgebracht en dat meneer Schelen wordt benoemd als wethouder van de gemeente Ommen. Gefeliciteerd alvast. We gaan door naar de tweede stemronde. En de tweede stemronde betreft de heer Bongers. Mevrouw Hemstede, kunt u ons de resultaten van de stemming geven over de kandidatuur van meneer Bongers? Zeker. Het aantal uitgebrachte stemmen betrof 17. Er waren geen ongeldige stemmen uitgebracht. Er zijn 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Oké, dan stel ik vast dat de kandidatuur voldoende ondersteunt. Dus dank u wel. En dan gaan wij over naar de derde stemming. Dat gaat over de kandidatuur van de heer Bart Jaspers-Faier. En dat gaat tevens over de instemming met de ontheffing van het woonplaatsvereiste. Nee, maar de ontheffing staat wel in het voorstel dat u voor heeft liggen. Nee, in het raadsbesluit. Voorliggende raadsbesluit. Het raadsvoorstel is de ontheffing wel in opgenomen. Ja. En daar gaat het over. En daar moeten we nu over besluiten. Voorzitter, als we iets op brief, we kunnen op het briefje voor en tegen benoeming wethouder zeggen. We kunnen niet voor of tegen woonplaats. Nee, u kunt niet kiezen het ene wel en het ander niet. In het raadsvoorstel is opgenomen één besluit instemmen met de kandidatuur. En dat impliceert tevens het instemmen met de ontheffing van het woonplaatsvereiste. Ja? Mevrouw Heemstede, kunt u mij de uitslag vertellen van de kandidatuur van de heer Bart Jaspers-Faier? Uiteraard, voorzitter. Ook deze keer weer 17 uitgebrachte stemmen. Allemaal waren ze geldig. Het aantal stemmen voor betreft 15 stuks en het aantal stemmen tegen 2. Dank u wel. Dan moet ik u alle drie vragen of u de benoeming aanvaardt, meneer Bongers. Ik aanvaard de benoeming heel graag, voorzitter. Dank u wel. Meneer Jaspers-Faiers. Dank u wel. U aanvaardt de benoeming ook. Zie ik aan uw hoofd knikken. Meneer Schelen. En bij u hoor ik het ook. Dank u wel. Ja, dat betekent dat alle drie de kandidaten de benoeming hebben aanvaard. Ook dat is weer verheugend, want zo zijn we toch weer een stapje verder. En dan zou ik over willen gaan tot de beëdiging en het afnemen van de belofte van de drie kandidaten die nu wethouder worden. De kandidatuur begint er een beetje af te raken. Ik zou willen vragen om naar het midden te komen. En dan zal ik de eed afnemen van meneer Schelen en meneer Jaspers-Faier en de belofte van meneer Bongers. Dus als u naar het midden wilt komen, wil ik dat graag doen. Meneer Schelen en meneer Jaspers-Faier, ik ga u de eed afnemen. Ik ga het eedformulier voorlezen. En dan vraag ik u vervolgens de woorden uit te spreken. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En ik begin bij meneer Schelen. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog minnelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wethouder Schelen. Zo waarlijk geldt mij God. Amen. Dank u wel. Wethouder Jaspers-Faier. Zo waarlijk helpen mij God. Amen. Dank u wel. Meneer Bongers. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen
en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Ik vraag u mij na te spreken, dat verklaar en beloof ik. Dank u wel, wethouder Bongers. Mag ik u dan even ik ga u wat geven. En voor de orde ga ik nu alvast aan de aanwezigen vertellen dat ik daarna aan de nieuwe wethouders vraag om achter de collegetafel te komen zitten. Edoch niet al nadat er een foto is gemaakt. En dat de felicitaties daarna kunnen worden gegeven als wij de zaal gaan verlaten. Want we gaan nog even een andere tussenstap doen. We gaan nu de cadeautjes uitreiken en de bloemen. Geachte wethouders, welkom als wethouder. Welkom als wethouder in Ommen. Opnieuw welkom als wethouder in Ommen. Een wethouder heeft een hele bijzondere positie. U bent het beeldbepalende figuur voor uw politieke achterban, voor uw fractie, voor uw politieke partij. En u bent onderdeel van het college. En dat college kent ook nog een collegiaal bestuur. Dus u zult het met elkaar, wij zullen het met elkaar als college, ik heb mijn andere rol, tot een goed eind moeten brengen. En u bent er wel portefeuillehouder in dat college. Maar u staat er ook namens uw collega's. En dat is een mooie opdracht. En u zult in dat duale bestel, zelfs in dat duale bestel, een goede balans moeten vinden tussen uw rol als figuur vanuit uw politieke achtergrond en uw rol als bestuurder. Als college, en dan zeg ik toch even, zijn wij, als college van BNW, uitvoerders van het beleid zoals dat door de gemeente is geformuleerd. Maar aan de andere kant bent u ook als wethouder de eerste adviseur van de gemeenteraad. En dat is een belangrijke rol, het zijn van die eerste adviseur. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, maar u bent niet de manager van de ambtenaren. Maar de ambtelijke organisatie staat u wel ten dienste. Het is een mooie opdracht om daar goed de weg in te vinden. En tot slot staat u midden in de samenleving. En alleen al de aandacht die u zult geven, alleen al wat u zult waarderen, positief zult waarderen, dat kan al het verschil maken. En op zich zijn dat al hele opgaven en ook interessante mogelijkheden, lijkt mij. En ik weet niet of u het zich bewust was toen u ja zei, of misschien wel was u al onbewust van dat er allemaal bij hoorde, maar dat is er wel. Maar u hebt er ja tegen gezegd. En misschien is dat ook wel de reden waarom we u dat boekje hebben gegeven. Ja, misschien te laat, maar dan kunt u toch nog eens even rustig in naleving. En ik zie bij geen van u een soort van twijfel ontstaan als ik dat zeg. De situatie van de wethouder in Ommen is denk ik nog iets meer bijzonder. Want de raad gaat aan het werk om stil te staan bij de eigen rol en die te bepalen in een Ommen waar juist die overheidsparticipatie zo'n belangrijke rol zou gaan spelen. En ik ben blij dat ook de hele gemeenteraad dat proces heeft ondersteund. Het is mooi dat dat Ommerakkoord ook leidend wordt. En het zal ook heel veel voor ons gaan betekenen als college. Maar het is niet alleen die opdracht die de raad heeft gegeven om te komen tot een andere wijze van omgaan met de samenleving. Ja, misschien deden we dat al, maar het is nu wel heel erg sterk geïnstitutionaliseerd met de besluiten die zojuist zijn genomen. Maar we zijn ook bezig om die nieuwe gemeente Ommen neer te zetten. Die nieuwe gemeentelijke organisatie die Ommen
toekomstbestendig en zelfstandig zal maken. Niet traditioneel, maar midden in de samenleving. En onderwijl gaat het werk gewoon door. Het werk van alle dag. Het werk van het dagelijks bestuur. Want dat vormt u. En dat betekent in die veranderingen die politiek-bestuurlijk in Ommen plaats hebben en die ook gewenst worden, dat ook het college daarin zijn nieuwe rol zal moeten vinden. En dat zal ook voor het college een nieuwe opdracht zijn. Beste wethouders, en dan zet ik weer mijn andere pet op dan die van raadsvoorzitter. Ik heb er zin in om met u deze uitdaging aan te gaan. Met alle dilemma's en vragen die dat zal oproepen. Ik wens u veel succes, en ik pak weer mijn andere pet, en feliciteer u met uw benoeming namens de hele gemeenteraad. Dank u wel. En zoals ik u juist al aangaf, is er dadelijk gelegenheid om de wethouders te feliciteren. Maar ik stel vast dat wij inmiddels een open raadszetel hebben. Ja, dat kan natuurlijk niet te lang duren, want we moeten echt aan het werk. Dus ik zou willen overgaan tot de installatie van de heer Melchior Bouwman namens de LPO als lid van onze gemeenteraad. En dat begint door de heer Remmers als voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven te vragen, nu hij samen met mevrouw Tuinbeek en de heer De Ruiter de commissie heeft gevormd, of er beletselen zijn om de heer Bouwman te benoemen of dat hij benoembaar is. Dus mag ik u uitnodigen om naar het katheder te komen. Dank u wel, voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie van onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden kan ik u het volgende mededelen. Aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de heer M.M. Melchior Bouwman te onderzoeken is uitgevoerd. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaat die op 31 mei 2018 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd is. Wij hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom om de heer M.M. Melchior Bouwman toe te laten als lid van de raad van de gemeente Ommen. Tot zover, voorzitter. En daarvan heb ik een getekend exemplaar. Dat zou ik weer graag van u ontvangen, zodat ik dat kan vaststellen. Uitstekend. Dat is ook helemaal in orde. Dan zou ik de heer Melchior Bouwman willen vragen om naar het midden van de kring te komen, zodat ik u kan installeren. En u heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. Dank u wel. Ja, dan staat u dan. Ik kan een beetje bij u staan, zodat u niet helemaal alleen staat. Ja? Meneer Melchior Bouwman, ik ga u de verklaring voorlezen. En ik ga u daarna te verzoeken uit te spreken, dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. En dan verzoek ik u mij na te spreken, dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dan feliciteer ik u van harte met uw installatie als lid van de raad van de gemeente Ommen. Dank u wel. En daar horen bloemen bij. En cadeaus. Dank u wel. En dan zou ik u willen vragen om deze plaatsen plek te nemen. Hè? Ja. En we zullen dadelijk meneer Bouwman ook gaan feliciteren. Ja, wij schieten nu al aardig op deze avond. Maar het is nog eventjes, heel kort, voor de mensen op de publieke tribune. Maar wij gaan toch nog voorstellen aan de gemeenteraad om te komen tot de aanpassing van verordeningen in verband met diverse benoemingen. Agenda punt 5. Kunt u daarmee instemmen? Wenst iemand stemming niet? Staat akkoord? Dan kom ik tot de benoeming van leden in diverse commissies. En ik ga die wel even noemen voor de aanwezigen.
tot waarnemend raadsvoorzitter. Eerste waarnemend raadsvoorzitter de heer Dunnewind. Tweede waarnemend raadsvoorzitter de heer Middelkamp. En de derde waarnemend raadsvoorzitter de heer Van der Mooren. Tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissie. De voorzitter van de raadscommissie de heer Middelkamp. De eerste plaatsvervangend voorzitter de heer Moerman. De tweede plaatsvervangend voorzitter mevrouw Lagas. De agendacommissie, de voorzitter van de agendacommissie, de heer Dunnewind. En tot leden, de heer Mors, de heer Hemmink en mevrouw Hemstede. Tot lid van het bestuur van de Baron Muller Stichting, de heer Marsman. Tot lid van het algemeen bestuur van de Euregio, de heer als raadslid, de heer Ruiter. En als plaatsvervangend raadslid, de heer Mors. Tot leden van, van de werkgeverscommissie voor de griffier, als voorzitter, de heer Van der Mooren. En als leden, de heer Mors, de heer Moerman, meneer De Jonge en mevrouw Bakelaar. En als leden van de raadswerkgroep Participatie, de heer Leuwik, de heer Dalenoord, de heer Ekkelkamp, de heer Ekkelkamp, de heer Smits, mevrouw Werners en de mevrouw Pol. Kunt u daarmee instemmen? Als het geval is dat ook vastgesteld. Nou, griffier, dan hebben wij alles gehad. Ja, dan zijn we gekomen bij de sluiting van deze raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en ik nodig u van ganse harte uit om de heer Bouwman, om de heer Jaspers Faaier, om de heer Bongers en de heer Schelen te feliciteren met hun benoemingen tot respectievelijk lid van de raad en wethouders van onze gemeente. Dank u wel voor uw aanwezigheid. APPLAUS